SMF staat voor studeren met een functiebeperking. En dat is dat als jij bijvoorbeeld topsporter bent of studeert met een chronische aandoening of een lichamelijke aandoening, dat je bij Winnen Zijn recht hebt op voorzieningen. En dat kan zijn extra tijd bij toetsen of een rustige ruimte tijdens het maken van een toets. Of misschien wil je wel gebruik maken van een bed. Nou, wij kijken dus eigenlijk hoe kan je succesvol studeren met een aantal voorzieningen die we dan voor je afgeven. Een SMF-maatje is iemand die studeert bij ons, die een bepaalde aandoening heeft, dus een bepaalde problematiek. Denk aan ADHD, autisme, angststoornis of misschien een rolstoel of andere problematieken. Die graag zijn of haar ervaringen wil delen met iemand die hier eigenlijk net nieuw binnenkomt. SMF-maatjes passen zo goed bij elkaar, omdat wij vanuit Social Work het belangrijk vinden dat je hulp kan vragen, elkaar helpt. En als professional is het natuurlijk ook heel belangrijk dat je samenwerkt en of elkaars ervaringen ook gebruikt. Het Studiesuccescentrum is een centrum binnen Winnen Zijn waar studenten met allerlei vragen terecht kunnen. Nou, denk aan taal of dyslexie of studentpsychologen die met vragen aan de slag kunnen. Maar daarnaast bieden wij ook nog als social work opleiding de SMF-maatjes. En dan was ik hier een student met ADHD en die heb ik gekoppeld aan een SMF-maatje, ook met ADHD. En die kwam bij mij terug en zei van, nou Sabine, nu ben ik niet de enige die in deze situatie zit. En dat vind ik juist prettig om ook te horen, oh ja, ik ben niet de enige die hier rondloopt met deze situatie. Dat is heel fijn voor ze.